Boris Bronjo, met welk gevoel sta je na afloop van deze wedstrijd? Ja, ik voel mij, goed. Maar ja, we pakken alleen 1 punt bij Excelsior. Maar dat is niet een slecht resultaat. Dus ja, het is beter 1 punt dat niks. Maar is dat ook het gevoel dat overheerst of het idee dat er toch misschien wel meer in had gezeten? Ja, ik denk we spelen goed. Dus we spelen voetbal. En ja, dat is belangrijk voor ons, omdat we hebben een kwaliteit in de ploeg. Dus met veel spelers met combinatie. En ja, met de dribbel, 2 keer raken, 3 keer raken. En ja, dat is leuk voor ons. Maar leuk ook voor het publiek. Dus ja, we spelen goed vandaag. En hoe vind je inderdaad dat jullie goed voor de dag zijn gekomen vandaag? Sorry? Je vindt dat jullie inderdaad goed voor de dag zijn gekomen vandaag? Ja, vandaag ja, dat was een goede wedstrijd. Een zware wedstrijd ook, met veel duel. Dat was een derby, dus een derby dat is altijd moeilijk. Maar ja, 1 punt tegen Excelsior, dus is niet slecht. En als je pakt 1 punt of 3 punten elke wedstrijd, dat is goed voor ons. Dus ja, het is belangrijk deze wedstrijd. Want jullie kwamen op achterstand, was dat nog, was het nog moeilijk om je daarna terug te vechten in de wedstrijd? Dat is altijd moeilijk wanneer je moet terug in de wedstrijd, maar ja, we hebben veel kans in de 16 meter. Dus ja, dat was een goede wedstrijd voor ons en ja, misschien moet je scoren voor Excelsior. En, maar ja, dat is niet slecht 1 punt. Maar het duurde nog lang voordat die gelijkmaker viel. Had je nog het idee dat hij niet meer zou vallen? Sorry? Het duurde lang voordat hij 1-1 viel. Had je toen ook het idee dat hij niet meer zou gaan vallen? Ja, met 1-1, ja, we kunnen pakken ook 3 punten. Omdat met veel kansen in de 16 meter, we kunnen pakken ook 3 punten en scoren de tweede goal. Maar ja, misschien ook de penalty in die end. Ik heb niet gezien de beeld, maar misschien het is penalty en het is misschien 2-1 en we pakken 3 punten. Ik denk we spelen beter dan Excelsior, dus met meer kansen dan Excelsior. Dus misschien met 3 punten, ja, misschien dat is beter.